Dit is Spokentrap, het kaartspel van Dry Magier spelen. Het is eigenlijk net zoals het bordspel, het is een geheugenspelletje. We hebben hier een soort tafel waar allemaal kleurtjes aan staan. En bij elke kleurtje hoort zijn eigen kindje bij. Dus het is het rode kindje bij het rode kleurtje, de gele, de blauwe en de groene. Deze moeten we onthouden, want deze gaan we nu verstoppen. En ze worden spookjes. Als je aan de beurt bent, draai je een kaart om. Dat is de opdrachtkaart. En deze kaart vertelt mij dat ik nu het groene kindje moet zoeken. Nou, het groene kindje ligt natuurlijk bij de groene kleur. Als je die goed hebt, krijg je de kaart. Elke kaart die je ontvangt is een punt. Dan is de volgende aan de beurt. Die draait de kaart om. Maar als je deze kaart omdraait, mag je twee spookjes wisselen van plek. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wissel deze met deze. Dan is de volgende aan de beurt. Die draait deze bijvoorbeeld om. Dit betekent dat je een spook naar een lege plek op de tafel mag laten verplaatsen. Nou, dit is de lege plek op de tafel, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, laten we deze daar naartoe verplaatsen. Dan is de volgende aan de beurt, draait weer een kaart om. Die mag twee spoken ruilen van plek. Dus dan kun je bijvoorbeeld die voor die ruilen. Het maakt niet uit wat je doet. En dan is de volgende aan de beurt. En nu hebben we bijvoorbeeld het rode kindje. Dus degene die nu aan de beurt is, moet het rode kindje gaan zoeken. Nou, ik weet niet waar jullie dachten waar die zat. Maar volgens mij zit die hier. En als je het goed hebt, krijg je dus weer alle kaartjes. Als je het niet goed hebt, dan blijft hij zo. En dan mag de volgende het proberen om het rode kindje te zoeken. Net zolang tot hij gevonden wordt. Degene die hem dan vindt, die krijgt alle omgedraaide kaartjes. En degene met de meeste kaartjes, die wint het spelletje.